terug op tien geleden, wat daar is gezegd. En dat als je in een staat van gewaarzijn hebt, dat je mind dan zich toekleent of zo. Van, oh, dat je mind er ook mee iets mee doet. Terwijl dat eigenlijk wel eigenlijk het moment was van, hé, ik heb gewaarzijn. Mm. Omdat je dat dan zelf niet herkent, omdat je mind het al heeft meegenomen. Het is iets wat geobserveerd kan worden, inderdaad, dat de mind probeert te claimen. Dat is een van zijn neigingen. En meestal erna. Dus er gebeurt iets gewoon vanzelf. En daarna zegt hij, oh, heb ik goed gedaan. Of, oh, ben ik toch een eikel. Maar het gebeurde gewoon maar. Dus als hij dat claimt, dan op dat moment zit je dan zo weer in die film? Nee, je bent gewaarzijn en je ziet dus dat het claimen plaatsvond. Wat je bent, zit nooit ergens in. Dat is de misvatting die we stelselmatig maken. Ja, dan ben ik het weer kwijt. Nee, ik slaat op gewaarzijn. Niet op de mind die iets herkent of niet. We zeggen stelselmatig tegen het verkeerde ik. In dat kader zou je kunnen zeggen dat als je helpt, er altijd een stukje eigenbelang is. Helpen doet zichzelf. Ja. En de beste hulp, ten diepste, is iemand helpen herkennen, opnieuw inzien wat die is. Want dan is de ontdekking spontaan aanwezig. Ik zit helemaal niet in de problemen en ik heb nog nooit in de problemen gezeten. Het is pretty cool help. De grap is natuurlijk dat het gros van de mensen er niet aan willen en het niet eens horen willen. Sterker nog, er zijn nog bij die zwaar beledigd raken op het moment dat je even voorbij gaat aan hun authentieke, emotionele chaos. Maar dat vind ik dan weer geestig. Een hele goede hulp, en die kunnen jullie misschien, want jullie zijn allemaal hele intelligente mensen, dat zie ik zelf. Die kunnen jullie wel eens meenemen voor bij je vriendenkring en je familie en zo. Ja, goed opletten. Er komt iemand met een verhaal aanzetten. Maakt niet uit waarover, maar je merkt vanzelf wel wanneer ze echt denken, oh, nou, dit is belangrijk. En dan zeg je gewoon, ongeveer een keer of zes op alles wat ze zeggen, ja. Nou, hè? En dan de snuis kun je daarna van, is dat echt absoluut waar? Ja, is dat echt absoluut waar? Nou, hè? Nou, een keer of vier, dan staan ze echt met een bek vol tanden, weet je wel. Dit kun je ook op jezelf. Dat is misschien beter. Het klinkt heel hilarisch, maar deze manier, wat is het, vragen en maar doorvragen, of nou en vragen, of who cares, of dat soort dingen, is een fantastische manier om je eigen hond eruit te krijgen. Want na drie, vier keer weet hij echt niet meer wat hij zegt. Maar zo, dan komt er nog uit van, ja, maar dat weet iedereen toch? Nou, ik zeg gewoon weer, ja, hoor. Want ja, dat bewijst toch niks? Want als iedereen full of shit is, weet je wel, waar heb ik er dan aan dat iedereen iets vindt? He? Iemand die zijn oog open heeft, ziet dat iets oranje is, maar iedereen heeft een oog full of shit. Die zijn nee, het is bruin. Ja, niks mee te maken. Wat is waar? Wat is echt? 100% onomstotelijk. Dat is interessant. Dan kan je op een gegeven moment haast niet meer praten. Ja. Ja. Dit is alleen maar nodig. En dan überhaupt, nou en? Want zoveel interessants wordt er niet gezegd, weet je wel? Nee, dan neem je door dat nou en maar gewoon zo en zo. Dus je hebt steeds minder gepraat. Ja, inderdaad. Maar het meeste van wat er gepraat wordt. Fascinerend! Daarom loop ik ook altijd met zo'n recorder, want wat iedereen zegt, het is allemaal. En dan ga ik thuis ga ik het nog een keer afluisteren. Nee. Vreselijk.
En dat wil niet zeggen dat deze heer interessantere dingen dan iemand anders. Nee, mijn meningen zijn ook gewoon vreselijk. Niet interessant. Dus als je bij jezelf begint, dan is het inderdaad heel goed mogelijk dat je een stuk stiller wordt. Niet alleen qua minder verbale uitingen, maar gewoon meer stilte bent, zal ik maar zeggen. En dat je ook op een gegeven moment kunt gaan merken dat een hoop gepraat van mensen je eerder als ruis voorkomt, als storend, dan wat je vroeger dacht van, oh gezellig, kom we gaan nog een keer naar een samenscholing en iets elke receptie. Oh. Ja, dat is dan wel weer iemand die daar iets voor vindt. Nee, je merkt dat gewoon, dat is gewoon natuurlijk. Ja. Wij denken vanuit de identificatie dat het natuurlijk is om de godsganse dag tegen elkaar aan te lopen, ouwe hoeren. Of als dat niet gebeurt, dan zetten we de radio aan. Ik zeg je, het is neurotisch. Iemand in zijn natuurlijke toestand heeft daar niet de hele tijd behoefte aan. Als je zegt, op het moment dat je er genoeg van krijgt, dan ervaar ik zelf dat er een ik is die er genoeg van heeft. En dat vind ik ook weer heel irritant. Ja, dan heb je er twee. Ja. Je constateert feitelijk gewoon dat als die shift er is, ja. En zeker als die, nou, dat is allemaal maar rare taal, voet aan de grond gekregen heeft, dat een hele hoop voorkeuren veranderen. Ja. Nou, bijvoorbeeld niet meer de neiging om constant tussen mensen te willen zitten. Het is een waar eindje, weet je wel. Bij de ene is dat sterker dan bij de andere, dat doet er verder ook niet zoveel toe. Maar je gaat gewoon op een heel praktisch alledaags level allerlei veranderingen opmerken. Behoeftes vallen eruit. Wat heel fascinerend is, Hans, dat mensen eigenlijk niet inzien dat alles vanzelf gebeurt. Ja. Dat het een spontane gebeurt is. En eigenlijk, omdat het heel simpel is, dat we een wil en keuze hebben, we willen in een herhaal laten kijken, dat ze dat niet inzien. Dat is voor mij iets onbegrijpelijks. Ja, fascinerend, ja. Vanuit een normale toestand, zou ik maar zeggen, gaat het er bijna niet in. Nee, het gaat niet. Dat er niet een doener is, een kiezer is, dat er geen vrije wil zou zijn enzovoort. Het is... Dat het vanzelf gebeurt, is onbegrijpelijk. Ja. Fascinerend. Ja. Mag ik nog wat vragen? Nu kan je herkennen dat er iets is wat gewaarzijn herkent. En op het moment dat de fysieke vorm er niet meer is, dus dat je zogenaamd dood bent, wat is dat gewaarzijn, kan zich dat dan ook nog beseffen dat het er is? Vraag het aan gewaarzijn, zou ik zeggen. Wat komt erop? Ja, dat het zo is. Dus voor dat wat je wezenlijk ten diepste bent, maakt het niks uit. Vandaar dat als er realisatie is, het volstrekt krankzinnig is om angst voor de dood te hebben. It doesn't make sense. Dus angst voor de dood kan alleen vanuit de waanfiguur. Maar die heeft ook angst voor leven, dus die kan niet leven en die kan niet sterven. Je bent wat je bent wat je bent. Met sensaties of zonder sensaties. Yeah.
zeeën, wat ik er straks al zei, dat iedereen die gewoon werkelijk dingen onderzoekt, echt het durft uit te zoeken, ontdekt gewoon hoe het zit. Je hoeft strikt genomen geen enkele beweging naar buiten te maken, hooguit als een soort aanjager of inspiratie of whatever, maar het antwoord is wat je bent. It's already there. Dus je hoeft ook geen oude trauma's te werken. Ja, wel, als je een gezond ego wil. Voor zover zoiets kan. Om waarheid te realiseren, nee. En zo te zien ben je voldoende oké om die waarheid te kunnen realiseren. Sommige mensen die zijn zo fucked up, die komen daar gewoon niet bij. Dus dan is het misschien zijn de andere dingen handig. Van therapie of een nekschot of. Maar als ik daar zo kijk, dan denk ik van het functioneert goed genoeg om de juiste vragen te stellen en gewoon te ontdekken wat waar is. Nou, als je gerealiseerd hebt wat waar is, kun je daar nog altijd eens kijken van of er een of andere storende emotie opkomt of een raar patroontje, als je dat dan nog interesseert. Dat is namelijk zeer de vraag. Heel veel dingen heb ik zien veranderen. Gewoon omdat er eigenlijk nauwelijks interesse meer in was, viel het uit elkaar. Terwijl daarvoor zelfs zogenaamde traumaatjes kunnen gebruikt worden als een hoeksteen van die persoonlijkheid. Juist om hem overeind te houden. En wat als die problemen ineens weg zijn? Fuck, dan moet ik vrij en gelukkig zijn. Hoe gaat dat? Dan ben ik niet meer bang, en niet meer boos, en niet meer gefrustreerd, en niet meer bezorgd, en niet meer angstig. Nou, doe maar met trauma. Waar kan ik een nieuwe depressie halen? Dat mag je niet bijna op. Oh, gelukkig weer iemand iets ellenders op tv. Ik ken hem niet, maar die geeft niet. Is het binnen de ontwikkeling in het ontdekken van die waarheid een bekend fenomeen dat je in een situatie kunt zijn dat je je persoonlijke bewustzijn ervaart, maar het moment daarna in het totale bewustzijn aanwezig kunt zijn? Dat lijkt het dat een voortdurende schrift is, maar dat je dat ook bewust bent. Ja. Kijk, het bewustzijn is altijd aan, dus iedere zogenaamde switch of shift wordt waargenomen. Maar die fase in onze beleving, ik heb dat de pingpongfase genoemd, dat je het idee hebt van dat je de helderheid zelf bent en het volgende moment identificeer je als het ware weer met die idioot die van alles aan het proberen is. Tegelijkertijd, als je goed oplet, zal ik maar even het krom zeggen, weet je dat je dat ziet plaatsvinden. It's just a movement. Je bent dan net wat Leon net van, ben ik eruit. Nee, dat kan niet. Huh? This is strange. Nou, en op een gegeven moment wat er gebeuren kan, is dat er een herkenning is dat, laten we zeggen, openheid en verkramping allebei waarnemingen zijn. Ja, hoef ik niet meer te zeggen dat openheid fijner is dan verkramping, of dat verkramping slecht is. Nee, ik ga aan beide vooraf. Dan ben je er naar mijn idee wel slecht uit. Dus dat is heel leerzaam, dat gebeuren. Maar je kunt ze allebei vertellen. Dus je gaat er dan vooraf. Dus wat je bent is nog opener dan de openheid. En is ook totaal open voor verkramping. Het restje van die schijnfiguur vindt daar iets van. Kun je ook zien dat de mind zegt van mijn openheid is fijner dan verkramping, hoor. Erg onverantwoord om nu verkrampen om te lopen.
Maar dat mag gewoon gebeuren. Dus let daar dan op, als dat gebeurt, dat switchen, dat je er niet van maakt dat je iets verkeerd doet, of dat als het als openheid zich manifesteert, dat je iets goed doet. Nee, je neemt twee toestanden waar. Een openheid mag toch wel fijn worden voor de body-mind, maar het blijft een aandoening. Een tijdelijk iets. Dan zitten we nog op het level van de gehechtheid, want het moet zus voelen. En het moet altijd zus voelen, wat niet kan. Succesvol is dat zo. Geweldig.